Daar is de Corvette C5R voor een pitstop tijdens de kwalificaties. Het is de bedoeling dat elke rijder op de Corvette een aantal rondjes aflegt om gewoon te worden aan de auto. David Hart heeft nu een paar ronden afgelegd en zijn landgenoot uit Nederland, Sebastian Blekemolen, gaat overnemen. Aan de overkant staat Frans Lamotte als de derde man op de auto. En de vierde rijder op de Corvette is Mark Goossens. Dat is de man die zo goed als zeker de auteur is van de polepositie. De meiden van de Mini S3, Sylvie, Alexandra, Vanina en Fiona. Vier vrouwen op dezelfde auto in een 24-uur race. Het moet een unicum zijn in de autosport. Fiona is Fiona Leggett. Ze komt uit Engeland, waar ze actief is in de MG Trophy. It's been a whole new learning curve for me. Coming, new car, new circuit and everything. But the car's been set up absolutely fantastic. I'm still learning at the minute, but I'm really enjoying it so far. I only started racing last year, so I've just got in the swing of driving a front-wheel drive car. Now I've gone to rear-wheel drive, so it is quite difficult for me, but it's a challenge and that's what I like. De mini-meiden realiseerden de derde kwalificatietijd in de TB-klasse. Op deze Porsche vinden we nog een Amazone, Stefanie Boden, die uit de Formule Renault komt. Boden staat voor een aards moeilijke 24 uur na de zware crash van teammaat Frank Deuring vorige woensdag. Ja, gewoon recht door de muren, geen remmen niet meer en de auto is zodanig plat dat we met een andere auto hebben moeten gaan zoeken. En we rijden nu ook maar met twee piloten niet meer, want onze derde piloot, degene die erin zat, ligt nog in het ziekenhuis. Ja, dat betekent dat we maar met twee piloten zijn en dus ieder 12 uur moeten rijden. En concreet betekent dat je dus 2 uur rijdt en 2 uur rust kan nemen. Maar in de praktijk betekent natuurlijk met op tijd hier zijn, et cetera, dat het niet veel van slapen terecht zal komen, ben ik bang. Ook het team Track Promotion van Christian Lefort en Yves Lambert moest in extremis nog een andere Porsche gaan huren voor de 24 uren. Sébastien Hugeux had de vaste Porsche GT3 RS van de renstal tot schroot herleid in een crash tijdens de kwalificaties van donderdag. De schade was zo groot dat er niks anders op zat dan een andere auto in te zetten. Lefort en Lambert vonden hun oude Supercup terug en die wordt nu klaargemaakt voor de race. Hugeux en co. realiseerden niettemin de tweede tijd in GTB voor de Ultima van Kwik, Bruxula, Geoffroy. De pole in GTB was met 1.37 rond voor de Supercup Porsche van Bouvy, Vasse, Mollekens. De broers Tiers starten met hun GTB Porsche straks als zesde in de klasse. Ze mikken wel op een algemeen podium. In de TA-klasse was de beste tijd voor de Japjum BMW van Krevel, Stulti, Keur, Seithoff, gevolgd door de BMW van Kenis, de Keersmaker, Smets en de BMW van Belien, Jacobs, Verhoeven, Kolman. De Britten Moorcox Redhouse stuurde naar de pole in TB voor de BMW van Van der Kolk, Euser, Lockie en de Daikin Mini. In de silhouetklasse moest de BMW van Van Bellingen Herman Leysens de duimen leggen voor de Ford van Radermecker Muitjens Stillandre Thierry. De afgelopen 2 jaar stonden de broers Wouters telkens op het podium. Dit jaar willen ze minstens even goed doen. Ik hoop op het podium belanden, maar het zal heel moeilijk worden, denk ik. Als we een beetje vergelijken qua tankinhoud bij ons niet zo goed. We hebben maar 100 liter. Dus we moeten snel binnenkomen. Er zijn er anderen die grotere tanks hebben, langer kunnen rijden. Dus we gaan ons tempo zal behoorlijk strak moeten zijn en we zullen niks moeten tegenkomen. Maar goed, ik denk dat dat voor iedereen geldt eigenlijk. Behoorlijk strak, wat is dat? 8,39, zeker niet boven de 40. Nooit, nooit, nooit niet boven de 40, lijkt mij. 40 is veel te traag, sowieso met deze auto. Laat ons zeggen, mocht je een sprintkoers doen, dan zou je moeten 37, 38 rijden constant. Ik denk dat we nu 38, 39 constant moeten halen. En dat kunnen we, alle vier. En we kunnen dubbele stints rijden, zeker tijdens de nacht. Dan denk ik dat we een kans maken, maar dan nog mag er niks gebeuren. Echt niks. Een grotere tank was niet mogelijk? Wel, AD Sport heeft 2 weken geprobeerd om
die extra 20 liter daarop aan te sluiten. En dat heeft elke keer problemen opgeleverd. Dus we prefereren van het ervan af te pakken dan hier ergens langs de kant te staan met een benzineprobleem na 3 uur koers of zo. Dit is de Porsche Biturbo van Paltala Duwe van Zanden, die van op de tweede rij startte met de 4e tijd. De Viper van Kuisman en Alamaki Zonka Hazenbichler staat naast de Porsche op de tweede rij na een 3e chrono. En dan het gevecht voor de pole. Mark Goossens had donderdagmorgen 1.30.336 neergezet en niemand leek nog in de buurt te komen. Maar in de laatste sessie haalde GLPK plots enkele nieuwe bandensets boven. Daar is Anthony Kumpen met de GLPK Viper. Allerlaatste poging nu van het Hasselse team om toch nog de pole te versieren voor deze 24 uur. Pole die nu nog in handen is van de Corvette met Mark Goossens. Anthony Kumpen aan het stuur op de 1. Hij krijgt 4 nieuwe, gloednieuwe Pirelli's mee om het toch nog te proberen om zaterdag in pole te starten voor de belangrijkste Belcar afspraak van het seizoen. Mechanicien Steven met het monteren van de verse banden. Anthony die daarnet het stuur heeft overgenomen van Pedro Lamy. Anthony Kumpen op jacht naar de pole. En Kumpen gaat in de aanval, maar hij kan zijn ronde niet afmaken. Dit is te traag voor de pole. Iets te weinig benzine aan boord en dus lege tank. En GLPK zet dan een geheim wapen in. Een gespecialiseerde tankman uit Vlaams-Brabant. De man is bekend als Bert L. En naar verluid zal betrokkenen zelfs de Viper besturen tijdens de race. Kumpen weer weg. Maar de tijd van de Corvette blijft overeind. Nog enkele minuten te gaan. GLPK besluit nog eens te pitten voor nieuwe banden. Maar plots begint het hevig te regenen. En in plaats van rijden, wordt het schuilen. Schuilen ook voor onze cameraman. GLPK heeft gespeeld, maar de strijd voor de pole verloren. De tank was leeg, dus we hadden het verbruik ook niet kunnen testen, nog niet. We dachten dat hij de ronde daarna zou leegvallen, dus na mijn kwalificatieronde. Hij viel dus iets vroeger leeg, dus dat hebben we dus heel nuttige informatie voor de wedstrijd in ieder geval. Ben ik binnengekomen, heb ik nieuwe banden opgelegd en dadelijk volgedaan, maar ja, heeft niet meer mogen baten. Maar begon het te regenen? Ja, het regent, dus ik denk niet dat het sneller gaat. Dus het is tweede plaats, maar eerste rij en zondag om 6 uur is veel belangrijker. Nu, zat het er nog in? Het zijn vijgen na Pasen natuurlijk, maar zat het er nog in die pool? Had ik je pas kunnen zeggen, had ik het gedaan. Ik denk het wel, maar het was in ieder geval heel moeilijk geweest. Het was net wel of net niet gelukt, denk ik. Dat is wel mooi. Goossens was ook op de piste intussen met de Corvette. Ja, meestal als ik de baan op ga, dan komt hij ook nog eens even kijken. Dus ik denk dat hij mij altijd mist. Dus we hebben een spaar goede tijd gehad. Dus ik denk dat hij me mist als ik aan het rijden ben. Mark Goossens start straks om 5:30 dus vanuit polepositie voor de 24 uur. Van Zolder. Ik weet dat ze bij GLPK enkele setjes banden er tegenaan gingen gooien om ons proberen van die pole af te duwen. Dat is niet gelukt. Anderzijds, wij hadden geen nieuwe banden meer op het einde. We hadden wel nog een heel goed setje, nog heel jong, weinig kilometers. Dus de bedoeling was nu op het einde van toch nog eens met die banden nog eens een beetje sneller te gaan rijden. Maar goed, het weer heeft ons dan ergens geholpen, ergens tegengehouden van nog sneller te gaan. Dus, maar we zijn absoluut tevreden. Zoals je zei, de doelstelling was op de eerste rij. Als dat dan op pol kan zijn, zoveel te beter. En daar zijn we in geslaagd. Dat andere ding nu, de koers zelf, die 24 uur. Hoe zit het met de auto? Want als we terugblikken op de 24 uur van Francorchamps, dat was een beetje een tegenvaller. Ja, inderdaad. Francorchamps is niet echt de beste race voor ons. We hebben heel veel motorische problemen gehad daar. We denken dat die allemaal zijn opgelost. We hebben ook daarin weer wat steun gekregen vanuit Amerika. De jongens hebben ingezien dat er toch een fout moet gebeurd zijn bij de assemblage van de motor. Dus wij hopen dat we er nu wel klaar voor zijn. Dat we voor een keer kunnen bewijzen wat we al heel het jaar zeggen, dat die wagen heel betrouwbaar is. Dus keep fingers crossed.